Ja, goedemiddag alweer. En ik ben in Haarlem. Ik heb een afspraak. Mensen, ik krijg zoveel berichten binnen. Overal. Recht op recht online.nl. Wij hebben recht op recht en wij willen ook oprecht zijn. Alleen, wat is er nu gaande? Die hele dagvaardiging indienen bij de rechtbank. En mensen zijn zo enthousiast. Een dagvaardiging is ingediend. Dat is al vaker gebeurd, al heel vaak zelfs. Maar de rechtbank doet daar niks mee. Dus nu hoor ik een ander bericht dat je dit moet indienen bij de militairen. Bij zo en zo. Dat zal ik ook bij dit bericht erbij zetten. Dus ik word heel moe van mensen die het volk enthousiasmeren en donaties willen en een actie op poten willen stellen. Maar alle rechtbanken zijn corrupt. Het hele rechtssysteem is corrupt. De rechtspraak is corrupt. Justitia is blind. Dus die dagvaardiging kan nog zo correct zijn, alleen de plaats waar je het indient doet daar niks mee in het verleden. Waarom dan nu ineens wel? Die mensen zijn allemaal met elkaar verweven. De rechters, de advocaat-generaal, officier van justitie, OM, ze werken allemaal samen, ze kennen elkaar. Het is een kliekje van D66, zeggen ze altijd. Dus dan denk ik, waarom moet ik deze actie steunen? Plus, ik heb zelfs met de organisatie al in contact gehad en zij zeggen dit is een jarenplan. Dus hoe lang gaat zo'n zaak duren? Dat is ook gebeurd bij die andere Nationale Bond van Overheidszaken. Die hebben ook zo'n rechtszaak gestart tegen de vier leiders van ChristenUnie, D66, CDA en VVD. Ik kom hier later op terug, maar ik zie het overal rondgaan en ik zie dat mensen zo enthousiast worden. Maar wees kritisch, stel ook kritische vragen. De dagvaardiging. Oké, wat ga je ermee bereiken? Wat zijn de verwachtingen? Want iedereen moet het tekenen, iedereen moet het delen, iedereen moet doneren en steunen. Nou, ik heb hier al heel veel vraagtekens bij. Al voordat dit nu is geïnstalleerd, had ik er al eerder vraagtekens bij. Want dit is al een lange zaak gaande met Van Kessel ook. Dus stel maar kritische vragen. Het enige wat je kunt doen is, als de dagvaardiging wordt bekeken in de rechtbank, met z'n allen daar naartoe gaan en op het podium zitten. Dat hebben wij ook eerder al gedaan. Wij zijn er naartoe gegaan. Wij zijn zelfs met geweld verwijderd uit de rechtbank voor de zaak tegen de vier leiders van de coalitiepartijen, die nu allemaal toevallig zijn opgestapt. Ik heb daar gisteren ook nog wat interessants over gehoord. Dus mensen, ga allemaal een mailtje sturen naar rechtoprecht.nl. Heel mooi allemaal, heel keurig allemaal, maar de rechtbank gaat nooit wat voor jou doen. De rechtbank is zelf misschien wel de meest criminele organisatie van Nederland. Alle rechtbanken, dus natuurlijk er zitten verschillende gradaties in. Maar als het om politiek gaat, hebben ze nog nooit ons gesteund in coronatijd. Waarom dan nu wel? Terwijl er al zoveel rechtszaken zijn gevoerd. Ook mijn eigen rechtszaak was zo corrupt. Hoge beroep, zo corrupt. En zo zijn er velen met mij. Die keihard afgeslacht zijn door de rechtbanken, zonder enig bewijs, zonder enige redelijkheid, zonder enige rechtvaardigheid. Dus voordat we allemaal weer hartstikke enthousiast in de polonaise gaan lopen, die jarenlang gaat duren en waar we nu niks aan hebben op de korte termijn, wees kritisch. Wees kritisch, mensen, op alles wat er wordt georganiseerd.